Maar de dames en heren, die battle kijkt aanvangen. Goed dat je nog kijkt naar Jetix Winterfun. De tweede battle gaat van start. Staat 1-0 voor Ko en Sita. Zij wonnen het vroegstuksleden. Ja, Leon en Tobias, jullie moeten flink aan de slag. Zet hem op, mannen. En de tweede battle is begonnen. Vlot van de Berg. Opdracht is om zo snel mogelijk een vlot te bouwen van spullen die in de sneeuw liggen. Alles wat ze pakken moet gebruikt worden. Het is natuurlijk ontzettend zwaar, want af en toe liggen er wel sneeuwbergen van 1,5 meter. Daar zak je zomaar in weg. Ja, en dan zware pallets tillen. Dat is niet makkelijk. Hè, Ko? Als alle spullen verzameld zijn, is het zaak om zo snel mogelijk een goed en vooral glijdend vlot te bouwen. Want ze moeten met dat vlot naar beneden. En beneden, daar staat een vuurkorf. En in die vuurkorf, daar moeten blokken hout terechtkomen. Juist. Tobias heeft in ieder geval de blokken hout gevonden. Die gaan straks mee naar beneden en moeten daar nog met een pijl gespleten worden. In 10 stukken. Hier niet. Moet je even terughalen. Waar van deze kant? Welke kant? En je ziet het al aardig, hè? Het is totaal geen vakantie meer voor deze vier. Het is gewoon keiharde strijd. Ko en Sita hebben natuurlijk ook een beetje de eerhoog te houden. He, als duo in de max. Die moeten op elkaar ingespeeld zijn. Die moeten winnen. Maar ja, ze staan dan ook 1-0 voor. Maar Ko en Sita hebben de houtblokken nog niet. We pakken heel snel die van Leon en Tobias. Mevrouw Sita, doorgegeven. Doorgegeven, Pieter. Goed. Maar het hoort er niet echt bij. Sita moet terug, zo snel mogelijk weer de tiefsnee, de diepe sneeuw in, om de houtblokken te pakken. Dan pas mogen ze naar beneden glijden, om daar de houtblokken met een bijl in tweeën te slaan, zodat er 10 stukken uiteindelijk in de vuurkorf terechtkomen. Maar het is zo zwaar. Wacht ervoor. Ja, Leon en Tobias denken dat ze klaar zijn. Zeil erover en dan hupsakee, vlot van de berg. Blokken erop en gaan. Ja, en dan ziet het er toch naar uit dat Leon en Tobias als eerste beneden zullen zijn. We gaan nu goed, we moeten liggen, Of niet? Liggen zo, kom. 1, 2, 3. Het ligt echt heel dicht bij elkaar. Kijk, Ko en Sita, handig gedaan met dat zeil eronder. Ja, jongens, dit gaat niet goed, dit werkt niet. Ja, hou vast. Hou vast, hè. Dan kan je wel snel zijn, maar kijk eens, Ko en Sita. Oh, knap hoor. Ja, als het er zo naar uitziet, dan wordt het gewoon 2-0. Oh, 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 Leon en Tobias, jongens. Naar beneden met dat vlot. Oh, deze ook vast. Zou het iets met gewicht te maken hebben? Nou, wat glijden we, zeg. Goed, hè? Ja. Ja, dan het hakken. Nou, Ko, laat zien wat je waard bent. Laatste stuk. Ja, met een grote achterstand al, jongens. Leon en Tobias, terwijl Ko al aan het hakken is. Dat wil niet echt vlotten. Auw. Dit is eind. Hou jij hem vast, ja? Ja, dag. Ja, dat is een goede aanwijzing van jou, Tobias. Voorzichtig. Kijk, de eerste twee, die liggen er al in. Ko en Sita liggen duidelijk op voorsprong. En dan gaan de volgende twee al. 3, 4 houtblokken al in de korf tegen 1, 2 van Leon en Tobias. Ja, kom, kom, kom. 3 en 4. Nou, het ligt inmiddels alweer zo'n beetje gelijk. Oké. Ho, deze die ga ik nog een keer doen. Mag je wel? 4, 5. Tuurlijk. 5 blokken. Vijf en die van Ko en Sita. Hier staan. En het wordt dan toch nog een close finish. Waar het erop lijkt dat Ko en Sita toch gaan winnen. Kijk, de volgende alweer. 5, 6. 6 blokken daar voor Leon en Tobias. Dat moet er. Alles. 8.
8 blokken voor Ko en Sita. En kijk eens, Ko en Sita, gaan ze winnen? De laatste 2, tuurlijk. Dat is nou, leuk, toch? Ja. Kijk eens, gooi ze er maar in. Klaar! Ja, 19! Nou ja, zeg. Wat gebeurt daar? Zweite battle is gewonnen by... Tobias en Leo! Je stond er te luisteren met die laatste haakjes. Ja, niet, man. Je stond hier te wachten. Zo'n achterstand. Prachtig dit, hè? En vuur brandt. Prachtig, kijk hier, mooi. Prachtig. Geef je mij de schuld, Ko? Ja. Prachtig. Jij zat te met die houtjes. Ja, die bouw is gewoon bot, daar kan ik niks aan doen. Ja. Oh, naast die bouw weer bot bij jou. Naast die bouw weer bot. Ja. En inmiddels is de stand 1-1. We gaan lekker gelijk op. Net van de berg af, maar hoe doe je dat nou als je last hebt van hoogtevrees? Komen de tips. Tip 1. Ga de hele dag op het hoogste punt van de berg staan, totdat je geen hoogtevrees meer hebt. Dat is heel hoog dit, ja. Tip 2. Hou de hele dag een blinddoek om, zodat je niet ziet wat er om je heen is. Ja, het is best handig bij het koekhappen. Tip 3. Neem een mental coach mee, die je helpt van je hoogtevrees af te komen. 3000 meter is echt niet hoog, echt niet hoog. Je kan het, voel het, voel je één met de sneeuw. Dan gaan we, je kan het. Kom, dan gaan we. Til op die voet en zet die stap, kom. Leo, je kan het. Tip 4. Ga niet met mensen op wintersport die ook last hebben van hoogtevrees. Oh, ik durf het niet meer. Ik ben zo bang. Oh, dit is hoog. Oh, als mijn moeder dit ziet. Oh, jongens. Oh, dit is heel hoog. Oh, dit is het hoog. En tip 5. Zing het Wilhelmus terwijl je naar beneden gaat. Dan vergeet je al je zorgen en vrezen. Tijd voor een teamoverleg. We moeten gewoon duidelijker moeten, dat jij mij sneller begrijpt en dat, ja, dat ik weer sneller ik door. Ik begrijp jou nooit zo snel. Nee. Ja, maar ligt het aan omdat ik onduidelijk ben of ligt het aan... Dat ik gewoon niet naar luister. Ja, precies. Nee, maar dat moet gewoon... Ja, nee, we moeten even iets heel duidelijks hebben. Ja, maar ja, gewoon iets van... Want bij het vlot ging het niet goed. Kijk, maar uiteindelijk wel, maar weet je waar het aan ligt? Opbouwen. Nee, weet je waar het aan ligt? We hadden heel duidelijk afgesproken wat we gingen doen. En toen ging jij opeens met de touw om die jerrycan te zetten. Ja, maar net, ik dacht dat we dat juist wel hadden gesproken. Om die zijkant heen. Ik had nog gezegd om die zijkant. Weet je, we doen het nu gewoon zo dat steeds dat we aan het eind van ons gesprek onze tactiek even goed doornemen. En dat we dan allebei, als we iets begrijpen, gewoon even zeggen ja. Ja. Je weet het leuk te vertellen, Tobias. In het hotel genieten Ko en Sita lekker van hun zwembad. Oh, heerlijk. Lekker, Jessie. Nieuw. 10 en 6, 18, bieten. Veel spas. Oh. Ik hoop dat dat een boodschappenlijstje is, maar het zal wel niet. Het zal wel niet, nee hoor. Het is een battle. Wat zijn we voor? Ja, dat is een goede. Jullie krijgen een band met daaraan vast een touw. Eén teamlid uit team 1 gaat in de band zitten net over de top van een berg. Teamlid 2 houdt het touw vast. Scheidsrechter gaat team 1 vragen stellen. Team 2 gaat zo snel mogelijk de schaar zoeken. Als het touw met daaraan de band door team 1 wordt losgelaten of het touw wordt doorgeknipt door team 2, wordt de tijd gestopt. Let op, wie de meeste vragen goed heeft beantwoord, wint. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. Ja. Dit wordt een spannende battle. Hierbij is belangrijk kracht en kennis. Wil jij weten hoe het afloopt? Blijf dan kijken. Kom op! Ja!